Weer een video van het Nederlands Debat Instituut vanuit mijn eigen huis bij de boekenkast. Een video over weerstand en omgaan met lastige vragen. Ja, overtuigen is natuurlijk niet alleen maar je verhaal vertellen en dan wachten tot mensen het met je eens zijn. Nee, je krijgt heel vaak lastige vragen wanneer je een voorstel doet, wanneer je een idee lanceert. En ik wil je in deze video een paar technieken meegeven die je gaan helpen om te gaan met dat soort vragen. En de eerste techniek, dat is dat je de regie neemt. Stel je voor, je hebt een plan dat je lanceert tijdens een online meeting en je weet dat daar vragen over gaan komen. Dan is het een goed idee om, voor je echt begint met spreken, alvast een soort van agenda te geven. Ik wil eerst even 5 minuten mijn idee pitchen, dan even kijken wat jullie ervan vinden en als er dan vragen zijn, wil ik die graag na de 5 minuten beantwoorden. Zo neem je de regie over het overtuigmoment, over jouw retorische actiemoment en kun je vragen naar een later moment dirigeren. Tweede techniek die je kunt toepassen is feiten en emotie van elkaar onderscheiden. Heel vaak hoor je wel of een vraag een zuiver informatieverzoek is of dat er sprake is van een bepaalde emotie. Benoem die emotie dan altijd eerst. Ga daar eerst aandacht aan besteden voor je de vraag die erachter zit ook beantwoordt. Want ja, als je dat niet doet, dan weet je bijna zeker dat de vragensteller helemaal niet gaat luisteren naar jouw antwoord. En dan de derde techniek, en dat is verleg de aandacht. Een beetje een valse tactiek misschien, maar als je echt geen antwoord op de vraag wil geven, ja, dan kun je de aandacht verleggen. Bijvoorbeeld door te zeggen, kijk, de vraag die je nu stelt vind ik heel belangrijk over de kosten, maar eigenlijk wil ik jullie vragen, willen we nou een stap vooruit zetten, ja of nee? Die kosten, daar moeten we later zeker op terugkomen, maar de vraag voor nu ligt is, wat gaan we doen? Gaan we een stap vooruit zetten? En met die 3 tactieken kun je alvast vooruit om beter antwoord te geven op lastige vragen. Vond je het nou een leuke video? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debat Instituut. Je leest hieronder hoe dat kan. En vergeet natuurlijk niet dat belletje aan te zetten, zodat je altijd een melding krijgt.